Op 1 december 2006 wordt Hogerheide opgeschrikt door een vreselijk drama. De 8-jarige Jesse Dingemans wordt op zijn school vermoord. De politie begint een klopjacht op zoek naar de dader. Kort na de moord wordt Julien C. opgepakt. Op 6 september 2007 veroordeelt de rechtbank in Breda Julien C. voor doodslag. Hij krijgt 12 jaar cel en tbs opgelegd. Justitie is het daar niet mee eens. Die wil dat Julien C. 20 jaar cel en tbs krijgt voor moord. Wij hadden gezegd dat er moord was, 20 jaar. En de rechtbank geeft dan uiteindelijk voor doodslag 12 jaar. Justitie gaat in beroep. Het Hof schrapt de tbs omdat C. niet wilde meewerken aan een psychologisch onderzoek. Maar het Hof legt wel een levenslange gevangenisstraf op. Door dit gewelddadig en niets ontziende optreden is aan de ouders, zusjes en overige familieleden van het slachtoffer een immens en onherstelbaar leed aangedaan. Maar met de uitspraak van het Hof is de zaak nog niet afgerond. Julien C. wilde zijn eigen verdediging voeren en had in hoger beroep daarom geen advocaat. De Hoge Raad vindt dat C. niet genoeg is gewezen op de consequenties die het niet hebben van een advocaat voor hem kon hebben. En daarom moet de zaak opnieuw voor de rechter komen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof en verwijst de zaak naar het gerechtshof te Arnhem. De zaak zal door dat hof opnieuw moeten worden behandeld. En dat betekent dat Julien C. vandaag met advocaat voor het hof in Arnhem staat.